En het herstelproces van het binnenland zal binnenkort van start gaan. Het Nationaal Centrum voor Crisis Rampenbeheersing in Suriname en CCR is nog bezig na te gaan wie dringend voedselhulp nodig heeft, zegt NCCR-coördinator Jerry Slijngaard. Hij gaf aan dat het water gelukkig daalt in de gebieden die onder water gelopen zijn. Ook in Saramaka, vanwege de inzet van hele grote pompen, is het water uit de getroffen gebieden wat overgepompt naar de Saramaka rivier. En ik denk dat het niet al te lang meer gaat duren om te zeggen dus dat de plaats weer watervrij is geworden vanwege de inzet van die pompen. Verder kijken we dus naar als we kijken naar het binnenland, dan kijken we natuurlijk ook naar de noodhulp die wordt gegeven. En er wordt nu een evaluatie gemaakt bij NCCR. Waar die noodhulp nog nodig is, zodat we dus dat snel als een tweede tranche kunnen geven. En dat de mensen dan weer een beetje geruster zijn, of voordat wij overgaan naar de herstelfase. En dat zou ik net vragen, voor jullie overgaan naar herstel, zijn jullie geweest om te kijken hoe zwaar de schade was of hoe groot? Ja, dus dat gaat in die herstelfase gebeuren. Dat er assessments gaan moeten worden gemaakt. En daar heb ik ondersteuning gevraagd van onze internationale organisaties. Die ons een assessment team gaan sturen. Die ons samen met ons gaan kijken naar hoe groot is de schade geweest. Wat gaat het de mensen kosten. En dat is dus een traject die we in de herstelfase, de vroeg herstelfase gaan doen. Dat is dus Jerry Slijngaard, is coördinator van NCCR. Er moet nog een besluit genomen worden wanneer de verschillende organisaties zullen beginnen met het herstelproces van de getroffen gebieden.